De aaspomp van PVC. Wat je nodig hebt is een stukje buis van 50 mm van 1 meter lang. Wat je ook nodig hebt is een T-stuk. Maar let erop dat je hier even een buis in kunt schuiven. En vooral dit. Ook heb je nodig een eindstop. Voor die kunnen we dan open draaien normaal. En dan kun je later wat treft in stoppen of ander soort glijmiddel. En dan schuift die beter. Dat is wel noodzakelijk. Kun je ook het kapje terug erop draaien. Ook heb je een mof nodig weer. Voor erover te schuiven van, even kijken, van 50 mm. En daarna schuif je dit erop van 40. Ik weet niet wat dit eigenlijk is. Een soort verloopstuk. Volgens mij. Ook heb je een buis nodig van 32 mm. En een T-stuk. Twee eindstoppies. Voor het vacuüm te laten trekken. En natuurlijk een soort afdichtingsrubber van iets. In ieder geval wat merk. Maar dat is ook heel belangrijk. Voor het vacuüm te trekken. Dus ik zet mijn voet weer hierop en ik ga nu mijn hand hierop leggen en die buis zometeen omhoog trekken. En dan wordt het zometeen hier een hele rode stip van het vacuüm trekken. Komt ie. Ik laat hem nu los en dit is het resultaat. Hij werkt perfect.